Dat was gewoon zo ontiegelijk dom van me. Damn. Goed mensen, ik was allemaal leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Skywars. Jongens, vandaag... Hadden jullie niet verwacht, hè? Jongens, vandaag gaan wij gewoon weer lekker een potje Skywars doen. We gaan op Basic Chess spelen. En daarna gewoon weer elke keer moeilijker. Nou ja, wat je moeilijker noemt. Deze map is wel lastig. Maar ik vind deze map wel heel chill met normal. Of met Basic Chess. Nee, normal chest. Maar ik haal ze altijd door elkaar. Basic chest, normal chest. Noem het gewoon normale chest of zo. Oh my god. Normale chest is ook normal chest. I don't know. Oh my god. Oké, jongens, lekker begin. We hebben echt helemaal niks. We hebben gewoon letterlijk helemaal niks. En deze dude komt naar me toe. Get wrecked, son. Oh, hij heeft nog maar één hit. Yes, dat dacht ik al. Hij heeft er nog maar één hit. En dan kan ik even kijken of hij nog loot heeft. Want hij kwam echt direct naar me toe, jongen. Direct naar me toe. Dus dan heb ik natuurlijk zijn loot. Wat natuurlijk super chill is. Nice. En we hebben geen golden apple. Wel een lava bucket. En dat is... Op zich is dat natuurlijk wel nice, een lava bucket. Alleen, ik zag hierachter ook nog een chest. Chests. Oh my god. Dikke loot hier. Dikke loot hier. Nice, nice, nice. Leggings aan. En even snel scannen. Of er niet mensen aankomen. Heb ik blokken? Ik heb 24 blokken. Heb ik een boog? Ik heb geen boog. Daar zijn ze niet aan het team. Daar heeft net iemand... net die dude heeft iemand gekillt. Wat natuurlijk super nice is. Voor hem dan. Hoppakee. Nee, dude. Dude, ik ga je... Oh my god, waarom... ik weet niet waarom mensen dat doen. Zo snel opgeven. Zo van, hey, je bent Sam hier. Ik wil met je teamen of zo. Maar van, nee, ik zal wel in de chat typen als ik met je ga teamen. En dat moet jij dan ook doen eigenlijk. Oh my god, er komt iemand op me af. Oh my god, er komt iemand op me af. Nice. Ik ben bijna dood, maar dat doet er niet. Ja, doet er eigenlijk wel aan toe. Als ik dood ben, is het game over. Is het game over for me, boys. Snel even wat eten is wel nice. Want anders krijgen we geen regen natuurlijk. En als het goed is lag... Oh, die dude heeft een boog opgepakt. Oké, hij ligt daar. Nice. Ik wil le boog hebben. Want die boog is natuurlijk super chill om te hebben. Als ik 6 arrows ook nog heb. Hoppakee. Nice. Oké, even wachten. Ik moet even regenen. Want ik heb weinig health. Er zijn nog 5 warriors over. Dit gaat best wel nice, jongens. Dat gaat best wel heel erg nice. Ik heb een boog. Ik heb snowballs. Ik heb weapons. Ik heb lava. Best wel chille gear. Ik heb denk ik de beste gear die ik kan hebben in deze map. I guess. Ik heb eieren. Nou, eieren, daar moet je echt heel blij mee zijn. Want ja, eieren. Even weer wat eten. En daar komt nu iemand naar me toe. En ik weet niet. Ik ga gewoon net doen alsof ik geen zwaard heb. Ik denk toch wel dat het handig is. Even kijken. Ik ga proberen naar hem toe te komen. En als hij gaat springen, ik weet niet of die dude achter me zit. Of iemand achter me zit. Hoppakee. Ik weet niet of dat handig is. Vast niet. Maar dan kan ik wel meteen een mooie opening maken. En, oh, ik heb trouwens weinig health. Ah, nee, damn it. Oh, het was niet slim. Het was niet slim. Was wel een mooie game. Was wel een hele mooie game. GG, bro. GG. Arr, yeah, mateys. We zitten weer op mijn favoriet. Ik vind dit wel... Dit is wel mijn favoriete map. Sowieso. Het is niet mijn beste map. Ik ben hier niet goed in. Maar het is wel gewoon een hele leuke map, vind ik. Iron is natuurlijk beter. Hoppakee. Zo, dit aandoen. Tenminste, ik denk dat Iron beter is. Heel veel mensen zeggen dat dat weer beter is. En dat dat weer beter is. Like, I don't really don't know. Wat daar uiteindelijk beter is. Ik denk dat Iron veel beter is. Even kijken. Protection 1, protection 1. Nice. Deze wil ik hier. Hoppakee. Komt iemand naar me toe. Sowieso. Get out of me. Oh my god. The counter. Oh my god. It is real, son. Oh my god. Ik krijg zoveel damage nu. Oh nee, damn it! Oké, die telt niet. Nog een keer. Oh my god, dat deed hij heel goed. Dat deed hij echt heel goed. Oké, jongens, 5 seconden. Ik ren meteen... Of nou ja, ik spring eigenlijk meteen naar de boom. Ik val meteen naar die boom eigenlijk. Kan beter zeggen. Hoppakee, want hier zit natuurlijk meteen een chest onder. En de loot wil ik meteen pakken. Hoppakee. Nice. Oké, best wel chillen loot. Best wel chillen loot. Ik doe die golden boots doe ik sowieso aan. Want die golden boots zit natuurlijk een enchantment op. Waardoor het veel... Maar ook echt...
veel sterker wordt. Ik heb diamond boots, die zijn sowieso veel sterker. Hoppakee, dit equip ik. Deze doe ik hier sharpness 2. Nou, daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan. Dan doe ik deze wel op 3. Ik heb geen arrows, wat wel heel crap is. Misschien zou dat... geen boog, sorry. Ik heb arrows, maar geen boog. En nu heb ik wel een boog. Wat natuurlijk super nice is. En ik heb een lava bucket, wat ik ook wil hebben. Oké, I'm ready. I'm ready to kill. Ik heb hier trouwens gewoon 2 bogen, what the fuck. Oké, dat had ik niet verwacht. Oké, waar gaan we naartoe? Naar wie gaan we? Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ik denk dat ik daar gewoon naartoe ga. Ik denk dat dit de beste kans is. Dat ik gewoon naar deze kant ga. En deze ga ownen. En ik denk dat ze daar aan het teamen zijn, of niet? Hij wil op me schieten. En hij gaat ook op me schieten. Oké, dan ga ik naar die dude. Ik denk toch wel dat dat handig is. Ik ga gewoon net doen alsof ik hem niet zie. En dan... plop ik me in één keer neer. Oh, shit. Oh, nou, dat was een beetje te vroeg nog. Damn it. Oké, daar komt ook iemand op me af. En ik ga net doen alsof ik hem niet zie. Terwijl ik hem natuurlijk wel zie. Hoppakee, en hij is down. Nice. En nu die dude. Oh, nee, er staat iemand weer voor me. God damn it. Like, why? Waarom zouden mensen dat doen? Dat is toch gewoon lullig. Gewoon saai. God damn it. Oké, nou, niks aan te doen nu. En... gaan kijken. Oh my god, dudes! Dit is gewoon unplayable. Ik kan hem gewoon niet schieten, want er staat iemand heet het voor me. Dat vind ik zo ontiegelijk. Ontiegelijk irritant. En je kan er niks tegen doen. Je kan er gewoon niks tegen doen. Oké. Ik wil hem best wel... Oké, nice. Is hij dood? Nee, hij is niet dood. Hij heeft wel ontiegelijk veel damage. Sowieso dat hij veel damage heeft. Hoppakee. Get owned. Waar is die? Nice. Kijk, ik zei toch dat hij veel damage had. Sowieso. Dat is logisch. Dat is heel erg logisch. Oké, arrows. Dropte die. Dat is super chill om te hebben. Voor de rest, wat is nog chill? Dit is chill. Oké, heeft hij nog meer arrows? Of hij heeft een lava bucket. Een tweede lava bucket is misschien ook wel echt heel erg fijn om te hebben. Zo, hoppakee. Daar komen nu dudes op me af. Naar me toe, kan ik beter zeggen. Maar ik denk dat ik deze wel kan killen. Ik denk dat ik hem wel kan killen. Hoppakee. Ah, dat nou eigenlijk. Dit kan nog wel moeilijk worden. Hun willen met mijn team of zo, maar I don't want to. Ik wil ze gewoon ownen. Hoppakee. Get owned. Get owned, son. Ik weet niet waarom ze dat de hele tijd aan het doen zijn. Rechtwijs gewoon. Hey, ik ga eerst naar je toe en daarna niet of zo. Want ja, logica. Oké. Die doet... Ik denk dat ze... Oh, nee! Nee! Hey, deze map heb ik denk ik nog nooit gespeeld. Dit is Nether, of 1 keer heb ik hem gespeeld. En ik ging meteen dood waarschijnlijk. Maar ik speel op Overpower Chest met een Golden Notch Apple. Nice. En ik heb een Ender Pearl, dus dat is nog ook wel bijzonder. Nice. Ik doe trouwens meteen mijn gear aan voordat iemand naar me toe komt met een Ender Pearl. Hoppakee, chill. Oké, ik heb hier ook heel veel goede loot zitten, dus dat is ook super nice. En ik hoop dat niemand naar me toe komt. Oké, ik heb nog een Golden Apple hier liggen. Super chill. Take all the loot with me. Power 2 bogen voor die strings kan ik wel wegdoen. Heb ik een punchboog? Alsjeblieft, laat me een punchboog hebben. Nice. Oké, eet even een golden apple. Want dat is natuurlijk super chill om altijd gewoon te eten. Altijd super chill. Ik zit even te kijken of ik die dude daar kan killen. Ik denk het niet. Dit is knockback trouwens. Dat zeiden jullie ook al. Want Sam, je moet die knockback bows... knockback swords moet je bewaren. Die zijn super sterk. Ik denk dat dat een hacker is. Ik durf bijna wel te wedden dat een hacker is. Want hij heeft 0 knockback. Hij heeft serieus 0 knockback. Hoppakee, get owned. Oké, ik kan hem niet meer hitten. Ik denk dat het een hacker is, want hij had geen knockback. En ik weet niet of je anti-knockback dingen hier hebt. Ik denk het niet. Dus dat is wel heel erg irritant. Maar oké, weet je, als mensen zo willen spelen, like, I don't care. Ik ga ze toch wel ownen. Ik neem nog even een golden apple. En dan blijft die dude, blijft daar op me schieten. Oh. Ik kan ze daar gewoon ziek hard ownen. Bam, dat bedoel ik. Ik kan ze daar inderdaad ziek hard ownen. Yes, 2 kills. Oh my god, dat was smooth. Yeah. Get owned, son. Oh, ik denk dat iemand naar me toe gaat, of niet? Ik denk het wel. Hoppakee, get owned. Oh ja, zie je, kijk, dat is een hacker. Dat is sowieso een hacker. Heel erg jammer. Heel erg jammer. Misschien kan ik hem wel ownen met allemaal arrows. En gewoon mijn power arrows. Ik denk niet, want hij heeft natuurlijk een golden notch apple gegeten. Oh my god, dit is zo jammer. Dit is zo ontiegelijk jammer. Waarom? Oh, hij is... Oh, die... Vliegt hij? Nee, niet. Oh my god. Hacker is zo'n noob. Valt
Oh my god. Oh, dat kan ik niet zeggen. Jammer. Maar wat een noob, jongen. Waarom valt hij er vanaf? Oh, wauw. Mooi schot. Oké, ik moet even wachten tot die dude een beetje met zijn arrows klaar is. En ik wil eigenlijk ook even kijken wat hierboven staat. Hoppakee. Zo. Dan wordt het moeilijker in ieder geval om me te hitten. En dan doe ik even zo. Nice. Want daar staat ook nog een dude. Een beetje te chillen. En als ik die even een paar keer mooi kan hitten, dan is mijn power. Oh, ik vlog gewoon weg. Dat was niet mijn bedoeling. Kom hier. Nice. Als ik die dude een paar keer mooi kan hitten. En ik kan hem nog steeds hitten vanaf hier. Oh my god. Oh my god, ik kan hem denk ik niet meer hitten. Nee, dat lukt me niet meer. Get out of my way. Die dude daar, die is ook echt heel erg irritant. Oh, die moet ik even met een punch hitten. Moet ik sowieso even met een punch hitten. Even kijken, waar is die? Daar zo. Hoeveel arrows heb ik nog? Oké, ik heb nog heel veel arrows, dus dat is super chill. Even kijken wanneer die omhoog gaat. Ik zie het aan het tekstbalkje. Ik zie het aan het balkje. Hij staat nog steeds naar beneden. En daar staat iemand ook helemaal boven. Daar ook. Oh my god, iedereen heeft gewoon een fortress gebouwd. Zie je dat? Ik heb trouwens nog een enderpearl. I have an enderpearl. En we kunnen naar die dude daartoe. Zullen we dat doen? Ja, ik wil daar naartoe sowieso trouwens. Sowieso. Oké, let's do this. Oh my god, ik gooi hem bijna. Nice. Get owned, get owned, get owned, get owned. Hoppakee, ik heb een golden notch apple gegeten. En hij denk ik niet. Hoop ik. Oh, hij eet er nu één. Hoppakee, hij is dood. Nice. Kom op met alle arrows. Super chill dit. Oké, dus ik heb nu best wel hele goede loot. Even kijken, er zitten ook ontiegelijk veel arrows tussen. En al die arrows die heb ik eigenlijk nodig natuurlijk. Want die arrows zijn natuurlijk ontiegelijk OP. Ik heb ook een paar golden notch apples. Hier zitten ook echt ontiegelijk veel arrows in. En al die arrows die heb ik nodig. So hard. Oh my god. Oké, we gooien gewoon alles die kant op. Ik denk toch wel dat het handig is. Ik denk niet dat iemand op me afkomt. Want ze blijven maar op elkaar schieten. Dus ik denk niet dat iemand durft van... Hey, laat ik nu maar naar Sam gaan of zo. Ik denk niet dat ze dat durven. Ik denk het niet. Nog meer golden apples hier zo. Nou, die heb ik allemaal eigenlijk niet nodig. Hoppakee. Oké, daar staan ze dus nog allemaal. Daar staat ook nog een dude. Even kijken. Dit kan ik toch beter even zo doen. Dan voel ik me toch even wat veiliger. Zo. En wellicht dit ook. Dat hoeft eigenlijk niet eens. Oké, nou, laten we maar even gaan kijken wie nu kan ownen. Oh, ik heb er weer één. Ik heb er weer één. Super chill. Super chill. Ik own hem hard. Die dude daar, die wordt trouwens ook heel hard neergeschoten. Vanaf daar. Dus misschien kan ik beter op die aimen. Want ik denk niet, als ik hem via hier raak, dat hij dan een zieke knockback heeft. En dat hij dan wel geowned wordt. Hoop ik. Nou, zie je, hij maakt het dicht. Damn it. Ik kan hem ook net niet raken. Ik hit wel goed. Dat weet ik 100% zeker. Maar die arrows, die gaan gewoon heel irritant. Er zijn nog 4 warriors over trouwens. Wat ik even kan doen. Ik kan via deze kant, kan ik natuurlijk daar naartoe. Maar ik weet niet of dat veel zin heeft, veel nut heeft. Zit hier toevallig nog iets in die chest? Nou, dat kan ik ook niet echt kijken. Dit is lastig. Dit is heel erg lastig, jongens. Ik weet niet echt zo goed wat ik moet doen. Ik kan natuurlijk wel naar hem toe gaan. Maar hij heeft natuurlijk allemaal nog arrows. En hij gaat waarschijnlijk gewoon me killen. Met een punch. Punch bow. Laat ik daar maar naartoe gaan. Want ik heb toch wel iets nodig. En als ik gewoon zoiets bouw. Waarom kan ik hier geen blok naast leggen? Waarom kan ik... Oh, daar staat toch ook nog een dude. Oké, thanks for the warning, dude. Holy crap, daar staat er ook nog één. Ik heb een knockback. Dat kan nog wel een tijdje gaan duren in ieder geval. Damn it. Oh ja, daar gaat hij. Daar gaat een dude. Daar gaat een dude. Dit is mijn kans. Dit is serieus mijn kans. Om hem te killen. Oh my god, waarom is mijn... Yes! Nice! Oké, ik heb er één. Oh, dat was heel erg chill. Classy strays. GG. Nice, nice, nice. Er is nog maar 3 over. En ik zie er daar één. En ik denk dat er daar nog eentje in zit. Ik weet het niet zeker. Ik kan die laatste kan ik ook niet meer echt zien. Dus het zou maar ook kunnen dat hij daar recht achter zit. Nee, hij is nog daar. Oké, het is toch wel die dude daar. Hij heeft ook geen chestplate of niet. Ik vlieg voor, ja. High five. Alsjeblieft niet. Ga alsjeblieft niet voor hem vliegen. Dat is zo irritant. Maar die dude daar, ik weet niet wat hij gaat doen. En die dude daar, die doet sowieso helemaal niks. Die staat er alleen maar om arrows te schieten. Misschien kan ik beter niet naar hem schieten. Ik kan gewoon beter weer wachten, I guess. Jammer genoeg. Oké, dudes. Ik denk dat we die kant gewoon op gaan. En gewoon weer terug naar mijn eilandje, om zo te zeggen.
En hopen dat hij mij niet kan hitten. Want ik wil toch wel eerst die dude daar killen. Of misschien niet. Hij is toch wel het slapst. Dus dat is wel het nicest. Dit gaat nu wel goed. Even een checkpoint hier zo maken. Want dan moet je altijd eentje hoger maken. Dan kunnen ze daar sowieso niet hitten. Want hier moeten we nu omheen. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon meteen proberen naar mijn eiland te komen. Ik weet niet of die dude daar me kan... Oh ja, hij kan op me schieten. Oh, naar. Hij kan ook op me schieten. Lastig. Lastig. Heel erg lastig. Ik heb hier nog 64 stone. Dat is wel natuurlijk super nice. Je ziet me. Hij gaat op me schieten. Sowieso. Sowieso. Als ik nou even snel dit doe. Oh my god. Ik vind dit zo gevaarlijk, hè. Ik vind dit zo gevaarlijk. Hij schiet elke keer onder me. Ik weet niet of jullie dat zien. Hij schiet elke keer onder me. Oké. Nou, nu heb ik aan deze kant heb ik dit even gemaakt. En kan ik dit snel weghakken zo? Nee, dat kan niet. Damn it. En dan kan ik ook mooi nu even aan de andere kant dat doen. Ik denk toch wel dat het handig is als we dat gewoon aan twee kanten doen. Ik weet niet of je me hier kan zien. Ja, dat kan hij ook. Oh my god, waarom blijft hij alleen maar daarin staan? Oké, jongens, ik ben weer in mijn eigen fort. Dus dat is, dat is wel even chill. Ik weet niet wat ik eraan heb. Maar oké, ik ben er. Daar gaat het om. Nu kan ik wel die dude daar weer even goed hitten. I hope. Want ik hoef hem... Hij heeft ook geen zin. Hij is ook trouwens naar die andere kant gegaan. Hij was eerst daar. Nu is hij daar. Hoe de fuck is hij daar gekomen? Enderpearl of zo. Zou best wel kunnen. Right, maar nu moeten wij weer verder naar die andere dude. Moeten we weer daar naartoe. Dus dat wordt nog wel eens wat. En het gaat natuurlijk super gevaarlijk worden. Want we kunnen nu aan twee kanten geïd worden. Dus moet ik sowieso achter me. Moet ik sowieso ook iets maken. Want anders gaan we sowieso vallen. En daar heb ik ook geen zin in. Oeh, ik val er nu bijna zelf vanaf. Dat was ook heel jammer als dat gebeurde. Maar oké, we zijn er bijna. Alweer. Even doorzetten. Even doorzetten. Mijn stone is bijna op. Oh my god. Ik heb hier nog 64. Nice. Wie heeft er een enderpearl? Ja, echt zo. Wie heeft een enderpearl? En dan kunnen we even wat actie leveren. Want dit is echt ontiegelijk saai wat we nu doen. We doen niks. Dat is het juist. Ik ben denk de enige die wat doet hier. Want voor de rest doen hun gewoon helemaal niks. Die staan daar gewoon. Een beetje niks doen. Enderpearl. Enderpearl. Wow, dit is wel een hele dikke leggings. Daar hebben we helemaal niks aan. Enchantment bottles enzovoort. Ga ik even allemaal weggooien. Daar hebben we allemaal niks aan. Cobblestone kan weg. Ik heb wel even wat stone nodig eigenlijk. Dat heb ik wel nodig. Ja. Oké, we zijn er bijna. We zijn bijna bij die deur daar. En ik weet niet... Kijk, als ik dood ga, I really don't care. Maar ik ben de enige die wat doet. Dus dan voel ik me tenminste cool. Weet je, dan zit ik echt van... Oh yeah, ik ben de enige die wat deed. Yeah. Oh my god, dit wordt nu wel echt heel lastig. Ik word gehit. En dat doet pijn. Maar hij heeft denk ik geen punchboog meer. Want ik heb niet echt... Ik werd niet echt geraakt met punch. Oh my god. Oh my god. Zo, hoppakee. Ah, gaat nu ook. Hoppakee. Hij gaat denk ik ook nu iets doen. Hij pakt denk ik... Misschien heeft hij geen arrows meer. Oh my god, dit gaat nog zo lang duren. Oké, dit is awkward. Ik ben nu hier, maar ik heb geen pickaxe meer. Ja. Well. It's pretty awkward. Ik ga maar hopen dat hier een pickaxe in zit, anders ben ik echt heel erg de lul. Oh my god, dit valt ook gewoon allemaal naar beneden. Als hier geen pickaxe in zit, dan kan ik ook niet meer, verder. Wat aardig. Ja, oh my god, ik kan hier niet eens doorheen. Ik heb een pickaxe nodig. Ik moet en zal een pickaxe vinden. Oh yeah, dat was niet zo moeilijk. Nice, ik heb een pickaxe, dus dan kunnen we even snel hier doorheen. Poef, poef. En even kijken wat hierin zit. Oké, hier zit ook helemaal niks in. Logisch, logisch. Even snel. Ik heb weer geen blokken. Ik heb geen blokken, jongens. Dat is naar. Nou, van mij mag je op me schieten, joh. Even denken. Wat is handig om te doen? Ik kan dit even weghalen. Maar ja, ik kan naar die dude of tegen die dude schieten. Maar hij, die doet ook echt helemaal niks. God damn it. Dit is echt een heel traag potje. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Doei. GG. Yes, dat duurde lang. Wow. Holy shit. Dit potje duurde denk ik echt letterlijk een kwartier gewoon. Wellicht langer. Damn it, GG. Ik vond het wel heel erg na dat hun niks deden. Een beetje blijven campen. Maar alright, een win weer. Hoeveel coins krijgen we daarvoor? 15 maar. Krijg je maar 15 points van. Hoeveel points hebben we nu? Waar kan ik dat ook weer zien? Hier. 1389. En hoe duur was ook weer deze? Deze was 14 euro. Dus ik zal bijna deze weer kunnen kopen. Weer. Want dit was ons goal om deze te kopen. Maar we kunnen hem nog niet, kopen. Maar bijna wel. Jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering. Maar Skywars, het leuk vond, vergeet natuurlijk even niet op de blauwe duimpje te klikken. Bedankt voor het kijken. En vergeet ook niet te abonneren. Bedankt voor het kijken nogmaals. De derde keer. Peace!